En we staan hier vandaag op het project Molenhof te Gierle. De site is opgebouwd uit twee delen. Enerzijds een woonzorgcentrum met 42 kamers. En anderzijds een groep van assistentiewoningen van 30 appartementen. Deze zijn ondergronds verbonden door een parking. Wat het project bijzonder maakt, is dat er gebruik is gemaakt van verschillende bouwtechnieken. Zowel ter plaatse gestort beton als prefabbeton, als verschillende uitkragende terrassen en overkappingen. Anderzijds is er ook een volledig bekuipte kelder, een grootkeuken aanwezig met alle faciliteiten. En is er een synergie tussen de twee gebouwen, zowel tussen het woonzorgcentrum als de assistentiewoningen, waarin de technieken allemaal samengekoppeld zijn. We hebben dit project met een jong en dynamisch werfteam gerealiseerd. En door lean planning hebben we dit sneller opgeleverd dan voorzien in de initiële planning. Bovendien hebben we ook bij ondertekening van de oplevering minder dan 100 opleveringspunten genoteerd voor toch zo'n 16.000 vierkante meter. Waar Willem het verschil maakt voor dit project is dat wij na een moeilijk voortraject niet afgehaakt hebben, dat wij zijn blijven zoeken naar oplossingen, alternatieven en aanvaardbare uitvoeringsmogelijkheden. En die we bij oplevering zowel voor de klant, architect als voor aannemer kwalitatief, planningsgewijs en budgetair correct hebben afgesloten. Het project is BREEAM gecertificeerd en heeft een very good certificaat.